Aanstaande zaterdag is het open huisroepte. En ik ga bij Van Brugge Adviesgroep even advies vragen hoe dat in zijn werking gaat. Als aankoopmakelaar behartig ik de belangen voor de koper van een woning. Dat betekent de meeste mensen laten zich vertegenwoordigen door een verkopend makelaar. Dat betekent dat die voor hun belangen opkomt. Ik vertegenwoordig de belangen voor de koper. En waar moet ik dan allemaal aan denken? Wat houdt dat precies in? Wat houdt het in? Dat houdt sowieso in kijken of het de woning is die bij je past. Dat bepaalt de klant zelf. Vervolgens ga ik kijken van nou, hoe is de locatie? Hoe is de staat van de woning? Is er achterstallig onderhoud? Maar bijvoorbeeld ook de bestemmingsplan. Heb je dadelijk te maken met een nieuwe appartement die daar dichtbij gebouwd wordt, die jouw uitzicht kan belemmeren? Dat soort zaken. Nu ben ik op zoek naar een appartement. Is het mogelijk om jou mee te nemen naar een appartement en eens te gaan kijken? Graag. En dan zal ik op dat moment laten zien waar je op moet letten en welke zaken van belang zijn. Bijvoorbeeld bij een vereniging van eigenaren. Wat voor belangrijke punten dat je dan naar moet kijken. Jacco, wij staan hier voor een van de huizen die meedoet aan de huizenroute. Hoe is de huizenroute ontstaan? Een aantal jaren geleden hebben een aantal makelaars een initiatief gemaakt om het laagdrempelig te maken om huizen te bekijken. Vervreemd moest je altijd een afspraak maken met de makelaar, liep de makelaar mee. Het initiatief is de koper zet het huis open tussen 11 en 3. Dan kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen en vrijblijvend kijken naar de woningen. En het verleden is gebleken dat het heel positief werkt, omdat de druk eraf is en ze verblijvend ook gewoon kunnen kijken naar allerlei woningen. Nou, je gaat in eerste instantie kijken van, is de keuken en de badkamer helemaal naar jouw zin? Hè? Dus we hebben in het eerste gesprek een aantal wensen van jou op een rijtje gezet. Nou, dan ga je kijken van, past dat binnen jouw wensenpakket? Hè? We gaan dadelijk de keuken nog verder bekijken. We gaan de badkamer bekijken. En dan vervolgens de woonkamer. Hè? Wat zit er op de vloer? Wat zit er op de wanden? Hè? Wat voor zaken vind jij belangrijk? Hè? Om te kijken van, past dat helemaal in jouw beeld? En dan vervolgens gaan we kijken als alles past. Van hoe zit het nou met de vereniging van eigenaren? Want we hebben het nu over een appartement. Nou, dat betekent dat je dus met z'n allen gaat zorg dragen voor het onderhoud van het appartement. Hè? Dus de dakbedekking, het schilderwerk en dat soort zaken meer. Dus we gaan kijken van hoeveel moet jij daarvoor per maand betalen? En hoe is de staat van onderhoud van het gebouw? Dat je dan niet in één keer voor verrassingen komt te staan, want dat kan gebeuren. Dat je in één keer heel veel geld moet gaan betalen om achterstallig onderhoud te kunnen bewerkstelligen. Je moet het zien als bij een huis, alleen je doet dat met z'n allen. Maar het kan soms een behoorlijke impact hebben op je portemonnee. U doet mee aan de huizenroute. Van waar heeft u daar gekozen om mee te doen? Ja, om een appartement verkocht te krijgen. Het staat al een tijdje leeg. Ik heb een ander huis, dus vandaar. Is het een laatste redmiddel of heeft u zoiets van, het is fijn om mensen in mijn huis te hebben en te kijken wat de reacties zijn? Ook dat, niet een laatste redmiddel, maar het helpt wel mee. Wat kun jij als tip geven aan mensen om hun huis sneller te verkopen? De belangrijkste tip is, stel het maakt een reële vraagprijs. Als de vraagprijs niet reëel is, dan is de kans groot dat er weinig of geen bezichtingen zijn. Ook niet tijdens de open huizenroute. Het huis moet ook kloppen. Dat betekent dat de afwerking bij de vraagprijs moet passen. Een voorbeeld is dat er bepaalde zaken niet goed afgewerkt zijn, zodat er een plint vergeten is te monteren, of dat je duidelijk kan zien dat het huis aan een schilderbeurt toe is. Dit werkt ook niet echt positief met de verkoop van de woning. Een huidige koper wil een huis kopen voor een reële prijs, wat eigenlijk gewoon klaar is. Waar ze zo min mogelijk aan moeten doen. Ja. Doe jij vooronderzoek als jij met een klant naar een huis of appartement toe gaat? Ja, op het moment dat een klant een of twee huizen geselecteerd heeft, dan ga ik een vooronderzoek doen. Gewoon kijken van, ik weet wat de wensen zijn. Dan ga je vervolgens kijken van, hoe is de omgeving? Hoe belangrijk is het dat er een aantal zaken aanwezig zijn? Bijvoorbeeld een wijkgebouw, een winkelcentrum en dat soort zaken. Gewoon om te kijken van, past het? Nou, dan ga je kijken hoe de bestemmingsplan is. Hoe zit het met de bodemgesteldheid in die omgeving? En de omgeving van, zijn er bijvoorbeeld een stukje gevoel van veiligheid? Hoe bent u op het idee gekomen om mee te doen met de open huisroute? Ja, via de makelaar. Die vertelde dat er aanstaande zaterdag een open huisroute is. En vandaar.
Het is eigenlijk nu ook de tijd om een woning te kopen, ondanks dat de berichten anders zijn. Er zijn drie redenen. Eén, de hypotheekrente is nog heel laag. Twee, de overdrachtsbelasting is tot 1 juli nog 2%. Dus dat betekent als je een woning koopt en laat transporteren na 1 juli, dat de woning sowieso 4% duurder wordt. De overdrachtsbelasting gaat dan weer naar 6%. En een andere reden, er is nu nog een mogelijkheid om nationale hypotheekgarantie te verkrijgen tot een grens van €350.000. En die grens die wordt ook verlaagd naar €320.000 op 1 juli. Dus al met al is het nu rationeel de tijd om nu te gaan kijken naar een woning. We zitten nu in het voorjaar, dus in het voorjaar krijg je heel veel, krijg je toch de lentekriebels. Dan gaan mensen toch eerder naar een huis kijken en dan gaan ze vervolgens toch de stappen ondernemen die heel belangrijk zijn. Ze gaan kijken van wat kan ik financieel doen, heb je zelf nog een huis te verkopen? Op dit moment gaan de mensen toch eerder wachten op dat hun huis verkocht is. Oké, en aanstaande zaterdag is dus de open huisroute. Gaan mensen dan alleen of kun jij ook meegaan? Ze kunnen me inschakelen, maar in eerste instantie adviseer ik ze de eerste woning, de eerste indruk, om dat zelf te gaan bepalen. Gewoon kijken van hoe is het gevoel bij het huis, want dat is erg belangrijk. Heb je daar een goed gevoel bij, nou, dan ga je een stap verder. Dan ga je kijken van nou, hoe ga ik een bod uitbrengen. Nou, dan is het erg belangrijk om dan te zeggen van joh, is de waarde wel juist? En dan kom ik in beeld van nou, dan ga ik onderzoeken van wat is de waarde van de woning, hoe is de staat van de woning. Eventueel samen met de mensen. Gewoon kijken van nou, wat is het? Is het helemaal, past het binnen jouw plaatje? En dan vervolgens gaan wij kijken van hoe de strategie is. Sommige mensen die bepalen zelf die zeggen van nou, ik ga zelf de onderhandelingen voeren. Meestal doe ik dat, want als je een beetje verliefd bent op een woning, ja, dan liefde maakt blind. En dan is het toch beter om dan iemand anders in te schakelen. Bijvoorbeeld Erik van der Werg, om dus als aankoopmakelaar de onderhandelingen te laten voeren, maar ook hun belangen te behartigen. Dat is erg belangrijk. Als nu mensen kijken en zij willen zich nog aanmelden voor de open huisroute, is dat mogelijk? Ja, als je dat zou willen doen, dan kan je best contact nemen met je eigen makelaar en vertellen dat van dit is je open huisroute, dat weet die makelaar ongetwijfeld ook. En meld je daarbij aan en hij regelt verder de hele open huisroute. Wat zijn uw verwachtingen aanstaande zaterdag? Ik hoop een hoop kijkers. Misschien een bieder. Dus afwachten. Veel succes. Dankjewel.